Vandaag wil ik graag met jullie even praten over spelenderwijze leren. Als kind leren we al spelenderwijs. We leren in verschillende dimensies en we gebruiken al onze zintuigen. We bouwen treinen, we spelen met blokken of met de poppen. En naarmate dat we ouder worden, vergeten we die verschillende dimensies. En we beginnen alleen nog maar tweedimensionaal te leren. Heel vaak PowerPoint, Keynote of filmpjes zoals deze. Dit is dus een oproep om terug spelenderwijze te leren. Vooral als je weet dat 80% van ons brein geconnecteerd is ook met onze handen. Bij Klik gebruiken we daar bijvoorbeeld de Lego Serious Play methode, maar er zijn ook nog andere manieren om terug spelenderwijze te leren op de werkvloer.